We geven nu de aftrap voor het laatste zittingsjaar voor de verkiezingen. U weet dat 2024 een bijzonder speciaal jaar wordt met twee verkiezingen op rij. Dus laten we hopen, en dat is toch echt mijn vurige hoop en wens, dat we in dit parlement niet onmiddellijk in verkiezingsmodus gaan vallen. Want er liggen, zoals u weet, nog heel belangrijke dossiers op de plank die nog moeten besproken worden in dit parlement. En liefst op een ordentelijke manier in de commissie en dan in de plenaire. En hier alles doorjassen in de plenaire. Niet waar, collega's? Laat ons... Er zijn er toch een aantal akkoord met mij? Oké. Laat ons goed parlementair werk blijven leveren, collega's. Dat is tenslotte ook waarvoor we verkozen zijn door de Vlaming. En laat ons dat alsjeblieft ook, ook al zijn het bijna verkiezingen, in een constructieve sfeer doen. Op een constructieve manier, zonder elkaar uit te schelden en respect en begrip hebben voor ieders inbreng. Ik wil u nogmaals attent maken op ons befaamde reglement van het Vlaams parlement. En ik wil u vragen, omdat het eigenlijk het laatste zittingsjaar is van deze legislatuur, als u aan het sprekersstoel staat voor een actuele vraag of u komt tussen van op de banken bij een actuele vraag, probeer het alsjeblieft voor de vuist weg te doen. Niet gewoon aflezen van een papier. Sommigen doen dat al met verven, bij anderen zijn er, ik ga geen namen noemen, bij sommigen is er toch nog wel een beetje werk aan. Maar ik denk dat het toch wel belangrijk is dat we daar een duidelijke afspraak over maken. En ik ga er ook duidelijk over op toekijken en strenger op toezien dat die reglementsbepaling ook wordt nageleefd. Met dit reglement in de hand, ja, we hebben een nieuwe versie, zal ik jullie rechten altijd vooropstellen. Ik wens u allen een zeer vruchtbaar werkjaar en ik dank u. Oké.